Hoe doorloop je een startproject? Je neemt je voorkennis mee uit semester 2 en dan reiken wij een proces en lesmateriaal aan op Canvas om in 3 dagen met een mediaproduct te experimenteren. Op maandag zal je beginnen met uitleg van het project. Daarna volg je gewoon het proces wat op Canvas staat, de maandag en de dinsdag. Op woensdag is er geen nieuw materiaal meer, maar ga je het product waar je mee bezig bent verder zo mooi mogelijk uitwerken, zodat je dat tentoon kan stellen 's middags in een showroom. Om te oefenen met hoe wij willen dat je je proces bijhoudt in de rest van het semester, zal in Canvas een aantal aanwijzingen staan dat je iets moet uploaden naar je Digital Dummy. Dit is een soort laagdrempelig blog. En de bedoeling is dat je hier screenshot, tussenstappen, videoprototypes, inspiratiebron en ook onderzoeksmethodiek toevoegt. En dit geeft je een mooi overzicht van wat je die 3 dagen hebt gedaan voor jezelf en ook de docenten. Je levert ook op het eind je product in op Canvas. Je zipt alles wat je hebt. Voor een datavisualisatie en media-installatie zal het waarschijnlijk voornamelijk broncode en plaatjes en ander materiaal zijn. Voor het Moving Media project zal dit waarschijnlijk een YouTube of Vimeo link zijn naar je film. Je eindproduct zul je gebruiken als inspiratie of startpunt voor het project in de vrije periode. En door aanwezig te zijn bij de showroom en iets in te leveren op Canvas kun je dit project laten aftekenen. En dat is een voorwaarde om later assessed te mogen worden en het semester te kunnen behalen.